Wilt u weten waar u kunt overnachten in landert? Bent u benieuwd waar de mooie fietspaden liggen? Bent u geïnteresseerd in de gebieden waar de wiesenten lopen? Of wilt u ze juist niet tegenkomen? Sinds 2 juli is er in de Phoenix in Schaik een officieel VVV-informatiepunt. Het is nog bescheiden, maar het begin is er. Dames en heren, namens de stichting Dorpshuizen Landelijk, hartelijk welkom aan, aan u allen. En natuurlijk in het bijzonder onze partners in het informatiepunt, de VVV Noordoost-Brabant en de gemeente Landert, vertegenwoordigd door de heer De Laat en de heer Verijken. Zo dadelijk zullen jullie twee ongetwijfeld nader ingaan op toerisme en Landert, de mogelijkheden, de kansen, de uniekheid van het gebied... En de grote investeringen die door de provincie en de ondernemers en ook de gemeente worden gedaan om dit prachtige gebied, dit natuurgebied en de directe omgeving, om daar ook geweldig van te kunnen genieten. Maar graag zou ik even stil willen staan waarom we, juist als Stichtings Dorpshuis, ervoor zorg wilden dragen dat dit informatiepunt gehuisvest kon worden, maar ook bemensd door vrijwilligers. De stichting dorpshuizen heeft kort gezegd als doel het bevorderen van samenhang en leefbaarheid in een kern. En door het bieden van huisvesting, maar ook door het stimuleren van nieuwe activiteiten. En dit is er zo een. Meer en meer willen we daarom als stichting de dorpshuizen ook tot huiskamers van de kernen maken. Een kamer die open staat voor inwoners en bezoekers van Schaik, Reek en Zeeland. Een plaats waar je elkaar kunt ontmoeten, actief zijn, maar ook informatie kunt halen. Om dit verder te ontwikkelen en uit te werken is in Zeeland een groep mensen actief met een nieuw dorpshuis. En daar zijn de financiële kaders ook voor gegeven door de gemeente. Maar vergelijkbare plannen om bestaande dorpshuizen in Reek en in Schaik verder te ontwikkelen, doen we als stichting samen met respectievelijk de Stichting Dorpsontwikkeling Reek en de stuurgroep Toekomst van Schaik. En het zal duidelijk zijn dat ombouw tot een huiskamer van het dorp van de twee bestaande dorpshuizen ook investeringen zal vragen. Investeringen die ook noodzakelijk zijn om de beoogde kernde, die sterke functie te laten uitoefenen. En verwachten samen met de twee eerder genoemde dorpsontwikkelingsorganisaties binnen enkele maanden ook met een voorstel te komen. En we hadden natuurlijk kunnen zeggen als stichting: Nou, we wachten tot die plannen klaar zijn. Maar zo zijn we niet. U kent ons. We hebben gezegd ook al is de nieuwe huiskamer nog niet helemaal we beginnen er gewoon mee want we gaan toch die activiteiten ontplooien die maken dat die huiskamer verder kan gaan groeien. En om die reden heeft Dian, van Hoof als coördinator van de Phoenix er heel hard aan gewerkt om de foyer in ieder geval een ander aanzicht en een andere inhoud ook te geven. En daarvoor is ze ook nog eens een keer heel intensief bezig geweest met het werven van vrijwilligers. Lies Versluis, Els van Lieshout, Gerry Dromers en Majie Verstegen. Hartelijk dank, Dian, voor het uitstekende werk wat je gedaan hebt. En op voorhand ook dank u, dames, als, dat u als vrijwilliger aan de slag uh, wil, uh, wil gaan en bereid bent om het te bemensen, dit punt. Ik denk wel, en dat zeg ik maar op voorhand, die bekendheid die moet opgebouwd worden. Dat hangt niet alleen van u af, maar dat hangt ook van al die partners af, van ondernemers af, van gemeenten af, om een reclame voor te maken. En de loop moet er komen. Het is nu nog een beetje een stoffige loop, maar ja, aan het einde van het jaar of begin volgend jaar is dat in ieder geval ook uh, verdwenen. Natuurlijk ook bedankt aan de mensen van de gemeente en de VVV die meegedacht hebben over de inhoud, maar er ook inhoud aan hebben gegeven van het informatiepunt. Dank daarvoor, maar ook voor jullie zal gelden: bij de verdere ontwikkeling van het punt hebben jullie en ook natuurlijk de Stichting, Stichting Platform Toerisme Landert ook nodig om die support te blijven krijgen om het punt te ontwikkelen. Ten slotte nog dit: we hebben in Schaik onlangs met vertegenwoordigers van allerlei organisaties en bedrijven, de vraag gesteld wat is er een Schaik ook nodig om in de toekomst een topdorp te zijn en te blijven. En daaruit is een concreet, korte en lange termijn actieplan voortgekomen, dat vorige week ook aan jullie is gepresenteerd als college. Centraal staan er in drie nog verder te ontwikkelen harten. Sociale hart, Bruisende hart en het Groene hart. En met dit informatiepunt hebben we in de Phoenix hebben alle harten die hebben een plaats. En graag geef ik voordat we overgaan tot de officiële openingshandeling het woord. Ik dacht eerst aan de heer Verrijken, het programma. Ja, ja. Hans. Ja, dankjewel uh, Piet Hein. Eerst plaats wil ik ook even een compliment aan jou maken. Want ik vind het toch wel heel knap om te zien dat je als voormalig wethouder hier al meteen volop actief bent. En ook nog raadslid. Dus uh, ik mag hier wel zeggen, dus gewoon volop betrokken bij uh, het wel en wee van uh, Landert en dan Schaik en de dorpshuizen in het bijzonder. Dus dat ja, vind ik ook al heel knap om, om te zien. Het ik wel helder heb, uh, in ieder geval voor ogen heb gekregen ja, hoe grote ambities zijn uh, die we als Landert hebben. Maar ook zeker als Maashorst uh, gemeenten uh, hier rondomheen in het, in het bijzonder. Maar goed, ik denk dat als we hier in Schaik staan, nou dan staan we toch eigenlijk ook wel, en dat dragen jullie ook zo uit, toch ook een beetje in het hart van, van de Maashorst. Dus ja, wat dat betreft, ja, volop ambitie. We willen het aantal overnachtingen fors uitbreiden. We hebben nog een aantal projecten te gaan, zoals de Poort. Dat hebben wellicht een aantal van jullie wel gelezen in de kranten. Daar willen we ook met ambitie op insteken. Nou, daarom zijn wij natuurlijk ook heel blij dat, uh, dat we hier dat VVV-kantoor kunnen openen. Want dat zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat uh, onze, onze -ambities, uh, ja, dat ambities die mede kunnen, kunnen vervullen. Dus uh, dank daarvoor. Ook zeker dank, uh, hoe jullie dat samen hebben opgetuigd met. Uh, met de, met, de, met de Phoenix hier. Dat je dat mooi uh, samen doet onder één dak. Midden in Skype. Recht tegenover het centrumplan. Ja, ook ik wil de vrijwilligers natuurlijk echt bedanken. En heel veel uh, succes wensen. Ik zag jullie pas al op een foto staan. En ik heb ook nog begrepen dat jullie nog wat extra mensen zochten. Dus wie weet dat langs dit kanaal. Voor het hele mooie werk nog mensen beschikbaar zijn. Want ik, ik hoor dat door een andere gemeente dat dat echt ja, heel leuk eh, vrijwilligerswerk is. Want je komt allemaal enthousiaste mensen tegen die willen hier in het gebied iets doen. Dus dat lijkt me heel dankbaar. Ik wil eh, in ieder geval ook Diane en, en haar mensen heel veel succes wensen. En jullie allemaal feliciteren met, eh, met deze geweldige aanwinst en voorziening voor eh, Landert. Maar Schaik in het bijzonder. Veel succes! Ja, dan vraag je, je altijd af, hoe moet je naar de bezillende woorden van de wethouder nog zeggen. Eh, daarom ken ik mijn plek en sta altijd netjes achter de wethouder. En daarom ben ik super trots dat wij vandaag ik denk zo ongeveer de dertigste agentschap openen in het grootste gedeelte van Noordoost-Brabant. En dat in een tijd waar iedereen zegt, alles is gedigitaliseerd. Hoeft toch allemaal niet meer. Hoef ik geen geld aan uit te geven, hoef je geen effort in te steken. En wat zie je op de dagelijkse vloer? Precies een tegengestelde beweging. We zijn allemaal elkaar aan het opzoeken. Omdat zeker ons vak al alles te maken heeft met mensen die met elkaar contact hebben. Maar ik ook steeds meer merk dat wij in deze hele dynamische wereld eigenlijk elkaar allemaal lekker aan het opzoeken zijn. Kokonen, zoals dat ze zo mooi heet. Omdat we uiteindelijk diep in ons hart uh, vallen of staan met het contact van en tussen mensen. Dus als ik dan weer opgetrommeld word door mijn collega's hier, Maarten en, uh, en mijn grote vriend uh, Tommy. Die uh, ook hier weer heel veel effort in gestoken hebben om dit mede mogelijk te maken. Dan denk ik van ja, Rijn, hoe trots kun je eigenlijk zijn op je eigen organisatie? En als ik dan kijk hoe wij uh, naar Landert kijken en de, 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 zeg maar de toeristische ambitie, die ik hier gewoon niet alleen zie via de projecten, maar ook gewoon voelbaar is. En de connectie met de Maashorst, dan denk ik van ja, we hebben met z'n allen ontzettend veel potentieel. Nou, met al dat enthousiasme, waar ik even heel snel met jullie deel, uh, ben ik dan altijd weer heel. Trots, als net voordat ik hier sta in mijn oor nog even gefluisterd wordt van Rijn, de eerste vrijwilligers hebben zich alweer gemeld. Want ook wij vallen of staan voor een groot gedeelte met de inzet van mensen die hier tijd en energie in willen steken. En ik herhaal wat de heren voor mij al gezegd hebben, Dian, waanzinnig hoe het hier uh, opgezet is. En wat ik heel leuk vond om van je te horen, is jouw enthousiasme over wat er allemaal nog komen gaat. En ik zeg je publiekelijk toe dat wij daar 24-7 zijn om jullie mee te ondersteunen, mee te ontwikkelen. En... En uh, wij zijn de laatste die niet bereid zijn om af en toe een extra duwtje te geven. Uh, want ik weet zeker dat dat gaat lukken. Ik zal het daarbij laten, want ik kan nog een half uur doorgaan in mijn enthousiasme. Maar ik wil de wethouder niet voor de voeten lopen. <laughs> en de openingshandeling niet voor de voeten lopen. Dus dankjewel voor jullie aandacht. En uh, met z'n allen heel veel plezier. Dankjewel. Ik denk dat we nu naar de openingshandeling kunnen gaan.